Bloed stroomt per omloop twee keer door het hart. Daarom noemen we de bloedsomloop bij de mens de dubbele bloedsomloop. De dubbele bloedsomloop bestaat uit de kleine bloedsomloop en de grote bloedsomloop. Bij de kleine bloedsomloop wordt zuurstofarm bloed van het hart naar de longen gepompt. In de longen neemt het bloed zuurstof op en geeft koolstofdioxide af. Daarna keert het zuurstofrijke bloed terug naar het hart. Bij de grote bloedsomloop wordt dit zuurstofrijke bloed door het hart naar alle lichaamsorganen gepompt. In de lichaamsorganen wordt zuurstof door het bloed aan de cellen afgegeven en koolstofdioxide opgenomen. Vervolgens keert het zuurstofarme bloed terug naar het hart. De rechter harthelft pompt zuurstofarm bloed naar de longen. De linkerharthelft pompt zuurstofrijk bloed naar de organen.